We zijn weer op Fort Wierikerschans voor de Cum Laude Awards. Maar voordat die awards uitgereikt kunnen worden, moet er natuurlijk gekeurd worden. Er zijn namelijk 342 kazen ingezonden en 227 zuivelproducten. 42 keurders gaan hiermee aan de slag en donderdag, dan weten we wie er met die den beste Cum Laude Award vandoor gaat. Maar dus eerst lekker proeven! Hoe gaat het hier? Ja, alleen maar discussies. Nee, een geintje. We zijn net bezig. Dit is de derde kaas. En ik kan wel andere afwijkingen proeven dan die meneer. Dus en zo zijn we wel eens even dialogen met elkaar. Nou, ze zeggen wel eens over smaak valt niet te twisten. Nee, dat klopt. Dat doen wij dus wel. Maar meestal komen we er wel op een goede manier uit. Oké, gelukkig. Ja, dat wel. Kom je even storen hoor. Want ik heb net al met een heleboel keurders gepraat. Maar jij bent de schrijver. Ja, dat klopt. En wat moet je dan allemaal opschrijven? Nou, heel goed luisteren en zeggen wat de keurmeesters vastleggen. En is dat een beetje bij te houden? Ja, dat gaat wel, ja. Goeie uitleg. Mag even de boord erin stappen? Ja, ja. Dan wil ik ook wel een keer wat proeven. We snijden een stukje kaas eruit. Want als ik ga boren, dan ga ik hem doordraaien. Kijk, en nou krijg ik precies, en dat kun je ook zien aan de boor zelf. Hier zit precies het puntje waar ik geëindigd ben met de boor de andere kant op draaien. Nou, dan gaan we even zo. Kijk, voor de consument ook wel leuk. Dus wel knijpen en niet trekken. Dat hebben we hem net ook al geleerd. Mag ik dat ook proberen? Dus wel knijpen en niet trekken. Dus ik moet nu zo doen. Zo. En dan proeven. Wat doet dat voor de smaak, die techniek? Het heeft te maken met het feit dat we daaraan kunnen voelen of die smedig is, ja of nee. De kaas wordt in een andere zaal gekeurd dan de zuivel. Want Fort Wierikerschans bestaat eigenlijk uit verschillende compartimenten. Daar kunnen we heel mooi gebruik van maken met Cum Laude. Waardoor we echt een kaaszaal hebben en een echte zuivelzaal. En je voelt ook eigenlijk het verschil, je ziet het verschil en je proeft het verschil. Barbara, ja. Jij bent eigenlijk geen keurder, jij bent arbiter, toch? Ja. En wat doe jij dan anders dan de keurders? Nou, ik heb de keurders geleerd hoe ze moeten keuren of hoe ze deze producten moeten beoordelen. Als er te veel verschil is tussen twee beoordelingen, dan ga ik met hun overleggen met elkaar. En je hebt ze dus geleerd hoe je deze producten moet keuren. Ja. Nou hoorde ik dat de K4, waar ze nu mee bezig zijn, een nieuw product is. Ja. Hoe leer je nou hoe je dat moet keuren? Nou, we weten natuurlijk wel hoe we yoghurt en karnemel keuren. En K4 keuren we op dezelfde manier, maar het gaat eigenlijk om de manier van beoordelen. We gaan van de K4 gaan we naar de karnemelk. En wat moet een goede karnemelk dan hebben? Qua smaak, ja, fris zuur, zonder heel veel, nou ja, onzuivere. Ja, het mag wel een beetje bloemig zijn, vind ik altijd. Hè? Dat vind ik echt heel lekker in karnemelk. De Cum Laude Awards, dat gaat weer gebeuren dit jaar. Hoe is het voor jullie? Het is gewoon een jaarlijks terugkerend feestje. En ja, superleuk. Meer inzendingen, zowel bij de kaas als bij de zuivel en zachte kaas. Dus ja, het is een uitdaging voor de keurmeesters. En dan deze week hebben jullie natuurlijk alles ook al voorbereid, extra voorbereid. Is het veel werk geweest? Heel veel werk. Vooral de inname van de producten. Hectisch en ja, heel veel tijd gekost. Dus dat heeft nachtwerk geweest, ja. En roepen jullie er nou ook wel eens een beetje bij voor keuren als ze het echt niet weten? Nee, ik ben wel keurmeester. Maar nu help ik alleen een beetje. Ik probeer vandaag niet te keuren. Nee, dat kan niet. En organiseren en keuren is te veel. En dan donderdag, dan weten we wie de winnaars zijn. Ja, donderdagavond hier op het fort. Dus ik wens jullie heel veel succes nog vandaag. Dankjewel. En tot donderdag. Dankjewel. Gelukkig ben ik geen keurmeester. Want met zoveel mooie kaas- en zuivelproducten is het echt lastig kiezen. Op dit moment worden de punten geteld en vanaf 25 maart is de prijswinnende kaas en zuivel gemaakt op de boerderij verkrijgbaar.